Sinds ik klaar ben met school, maak ik elk jaar een filmpje met een overzicht van wat ik dat jaar gedaan heb. Dat is leuk om te doen en het is belangrijk, want ik heb een erg slecht geheugen. Dit wordt alweer mijn vierde jaaroverzicht, 2016. Allereerst, ik heb echt superveel opgetreden. Zowel solo als met een fantastische band. En dat was echt het leeuwendeel van 2016. Optreden op allerlei festivals, poppodia, in theaters, in huiskamers. Ik ben naar Noorwegen op tour geweest. Ik heb voor het eerst in België gespeeld met de popronde in heel Nederland. En ik speelde mijn voorstelling Jochie Toch met de waanzinnige Willem Wits 10.000 dagen mega mini tour ter ere van mijn 10.000ste dag op aarde. Daarnaast exposeerde ik in kunstgalerieën, zowel nieuw als oud werk. Er kwamen 5 singles uit met muziekvideo's. Eentje voor Knipperflits, die duurt 8 uur lang. Eentje waarbij ik uit mijn broek scheur, die is voor nog 171 op een soort 70s songfestival. Dan hebben we nog De Leuke Meisjes Zijn Op. Daarbij heb ik me door meisjes in mijn gezicht laten slaan. En ik maakte samen met Bouke speciaal een boksbeugel die je kon winnen toen het uitkwam. Ik maakte een mini-documentaire voor Onvervalst Lente, waarbij ik het liedje opnam op een wasrol uit 1895 en een floppy uit 1976. Die kon je winnen op Record Store Day. En tot slot lanceerde ik God Straft. Dat is de eerste single van mijn nieuwe project Godcyclus, waaraan ik langer dan 10 jaar werk. Ik vind het echt te gek dat het nu eindelijk zover is en dat het uitkomt. Ik deed in 2016 een reeks try-outs en een voorstelling met de Godcyclus. Die voorstelling was echt waanzinnig. Het is een hele zware voorstelling om te spelen. Daarom was ik heel blij dat de zaal zo vol zat. Er kwam ook merchandise uit. Een mok en een shirt. Dat was al mijn eigen werk. Ik heb ook video's gemaakt voor andere projecten. Voor een liedje van X, Love You Simple. Voor Ik Heb Je Lief van Roos Bluffband. Voor het liedje Never Lie van The Badger and the Bass. En ik was ook nog regisseur bij 2 videoclips, namelijk Lucky Boy van Jet Rebel. En Dat Je Me Hebt van Dice Cream en Lange Frans en Matt Blue. Ik maakte ook 2 video's met Marnix Dorrestein samen voor Ciao Lucifer. 2 singles die we in 2016 opnamen. Can't Love You Back en For Real. En For Real is genomineerd voor het beste single van het jaar door 3 voor 12. Ik speelde ook mee met andere projecten. Met Ego Dream speelde ik op Sleaze Fest. Krankzinnige show. Bloody Mary shotje tijdens het spelen van een schaars geklede zuster. En verder heb ik niet zo veel gedronken, want de volgende dag speelde ik met Edith Leerkes haar mooie nieuwe voorstelling Vreemde Gasten. Ik had samen met Frans Schnabel een jazz duo op Mysteryland. Een paar keer meegespeeld met The Badger and the Bass. 2 keer met Reeve. Gastrolletje bij de kindervoorstelling van Koen Witteveen. Koffer vol muziek. En ik maakte met Dave Wismeyer samen live muziek bij een film. Op het Reizende Filmfestival opgedoekt. Ook maakte ik muziek voor een korte animatiefilm van Mark de Wolf. Namelijk Dot. Dat gaat over een kat en het is een heel erg lief filmpje. Ook maakte ik de tune van de podcast Concave Cast. Ik acteerde een aantal keer, dat vond ik ontzettend leuk om te doen. Ik was Jack Dawson in het toneelstuk Titanisch, gebaseerd op de film Titanic. Ik liep een paar keer rond met het absurdistische straattheater van De Stille Fanfare. En ik werd in de trein gecast voor een IKEA-spotje. Dat was onderweg naar mijn nieuwe huis in Amsterdam. Je zal begrijpen dat het letterlijk een kliko is waar ik in woon. Dat is niet verwonderlijk, ik betaal slechts €1500 per maand. Maar daar krijg ik een hoop voor terug. Het is een hartstikke mooie stad met belangrijke dingen om in je leven te hebben. Ik was gastdocent op een basis/kader VMBO-school in Amsterdam-Noord. Daar gaf ik poëzieles aan 5 brugklassen. En dat was echt super gaaf om te doen. Met mijn oude vrienden uit Baarn en Soest, waar ik oorspronkelijk vandaan kom, organiseerden we 2 keer het festival A Day in the Forest, waarmee we de cultuurprijs van Soest wonnen dit jaar. En dan wou ik het filmpje afsluiten met een dankwoord aan iedereen die me heeft geholpen dit jaar met die krankzinnige projecten van mij. En ik heb net zitten werken aan een lijst mensen, maar ik krijg het niet voor elkaar. Het zijn zoveel mensen dat ik doodsbang ben dat ik iemand vergeet. En dat zou ik verschrikkelijk vinden. Bovendien wordt het filmpje dan nog langer. Nou, het maakt me eigenlijk niet uit hoe lang het filmpje wordt, maar het is gewoon niet te doen en ik wil niemand vergeten. Dus je moet weten dat hoe dankbaar ik ben, hoe bijzonder ik het vind dat jullie me hebben geholpen. Ik wil jullie zien in 2017. Allemaal stuk voor stuk, iedereen die dit kijkt. En dan praten we bij over toekomstplannen en hoe 2016 was. Maar vooral met de neuzen vooruit. Ik ga hartstikke leuke dingen doen dit jaar. Het staat nu al gepland, dus ik hoop dat het voor jullie ook geldt. En tot snel. Dag. Gaat er door je heen. Oh, het zit erop.